Goedemiddag. Ik kom voor de Viva La Donnerdag. Dat is hartstikke leuk. U kan hier door de deuren. En dan gaat u gelijk rechtsaf. Volgt u even de bordjes Polyklinieken. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Monique, vertel eens over deze dag. Ja, het is een, zoals je ziet, het is een hele drukke, speciale dag. Het is de vijfde keer in de Daniël dat we het doen. En het is een dag voor onze patiënten, waarop ze even een dag niet aan hun behandeling hoeven te denken. Niet aan de chemotherapie, niet de bestraling. Maar gewoon bij ons binnenkomen en één dagje in de watten worden gelegd. U bent net klaar met behandelingen. Wat heeft u allemaal laten doen? Ik heb mijn haar laten doen en ik heb een gezichtsmassage en een handmassage gehad. En dat was verrukkelijk. Want je voelt je natuurlijk, ja, je bent ziek en je voelt je ziek. Maar daar knap je heel hard van op. Ik ben heel veel beter geworden vandaag, zeg ik dan. Ja, Viva La Donna is 8 jaar geleden opgericht door mij. Omdat ik zelf hier patiënt was, ook in de Daniël den Hoed. En mijn moeder is overleden op 29 mei aan de gevolgen van kanker. En ik dacht, het is gewoon mooi om een ode te brengen aan al die sterke vrouwen die vechten tegen kanker. Het is dit jaar voor de vijfde keer dat we het doen. We zijn heel klein begonnen met 4 verpleegkundigen op een achterafkamertje met 4 bedden. Want we hadden toen nog geen massagetafels. Zijn we heel klein begonnen. We hadden toen 30 dames op één dag. En iedereen was zo enthousiast dat we, ja, het is eigenlijk een sneeuwbal geworden die is gaan rollen. En steeds meer mensen die zich aanmelden als vrijwilliger en zeiden van kunnen we niet wat doen. Want dit is onze Daniël en het is heel belangrijk om met z'n allen wat te doen voor onze patiënten. Waarom ben ik vrijwilliger? Om eigenlijk iedereen die in een bepaald proces zit van het ziektebeeld een fijne dag een keer toe te kunnen wensen. En dit onvergetelijk te maken, om ze eventjes een keertje in de watten te leggen, 1 keer per jaar. En daarom zijn we hier. Theo, ik zie jou heel de dag al rennen, nu weer met popcorn. Ja, blijven eigenlijk heen en weer lopen om iedereen een beetje te voorzien van alles. Hè? Ja. Ja, want jij bent mede-organisator van al dit. Ja, dat klopt. Samen met mevrouw Monique van Dijk. Organiseren we dit jaarlijks. Ja. En hoe gaat dat dan bij jullie thuis? Want ik probeer daar een voorstelling van te maken. Maar... Nou, daar kan je geen voorstelling van maken. We beginnen met het vooruitschuiven van de bank. Dan gaan er een paar dozen achter. Dan gaat de bank nog een stukje naar voren, weer dozen erachter. Doordat we het plafond bereikt hebben. En zo gaat het maanden door. Ja, de dag begon eigenlijk om 8 uur, maar om 7:15 stonden er al een stuk of 100 man buiten de deuren te wachten tot we van start zouden gaan. Vorig jaar hebben we geteld 630 patiënten, maar dit jaar gaan we echt over de 1000 heen. We zijn hier nu op de plek waar mensen naartoe komen voor behandelingen, maar er zijn ook mobiele teams, hoor ik. We hebben 8 verpleegafdelingen in het ziekenhuis, waar mensen dus liggen die eigenlijk te ziek zijn om bij ons op de poli te komen. En we hebben 3 mobiele units, bestaande ook uit een schoonheidsspecialiste, een kapper, een visagiste. Ze zijn op de afdeling geweest, op de kamer. Heerlijk. Echt, zo rustig. Want dit had niet gekund. Dat had ik niet volgehouden. En lieve vrijwilligers? Ontzettend lieve vrijwilligers. Heel enthousiast ook. Ja, erg leuk. De kapster was voor de eerste keer. Ze zegt, nou, ik ben nu al helemaal om. Je kan genezen van de ziekte, maar van de bijverschijnselen niet. Dus er wordt zoveel in je systeem beschadigd en ook mentaal. Dat je daarna eigenlijk nooit meer... Ik ben nooit meer de oude geworden. En voor mij is echt altijd wel de glans van mijn leven een beetje weg. En wat ik hier ook hoor in de Daniël den Hoed is, we zijn even een dag geen patiënt meer. En dit heeft zo'n mooi sausje over een moment van ziekte. Dat je daardoor je ziekte vergeet een dag. En dan kan je opladen, we geven die vrouwen echt weer kracht om door te gaan. Wauw, het is echt ongelooflijk wat ik net heb gezien. Verleden jaar 650 cliënten, dit jaar misschien wel over de 1000. 105 vrijwilligers die aan de slag zijn geweest. En al die mensen die even één dag niet ziek zijn. Het is ongelooflijk.